uur start ik om. Nou, dat is handig, hè? Maar zeg eens, wat doe jij eigenlijk? Vanavond, bedoel je? Belang. Goedenavond. Iedereen die wel eens onveilige seks had, kent de beklemmende angst met HIV besmet te zijn, het virus dat AIDS veroorzaakt. Dat kan heel wat paniek teweegbrengen, maar toch gaat lang niet iedereen dan naar de arts om zich te laten testen. Vandaag hoeft dat ook niet meer. Er is nu een testkit voor thuisgebruik, waarmee je in 15 minuten weet of je al dan niet seropositief bent. Dat klinkt allemaal heel prettig, maar er zitten toch heel wat haken en ogen aan deze ontwikkeling. We praten met voor- en tegenstanders. Willem van Ewijk is oprichter van de stichting die deze HIV-testkit op de markt brengt. Hij is uiteraard voorstander. Hij vindt het belangrijk dat ieder mens inzicht kan krijgen in zijn eigen gezondheid. Pierre Swaap is natuurgeneeskundige en hij zal de test adviseren aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, zegt Pierre. Walter Kamp is van de stichting Fight for Life. Het huidige testbeleid van de overheid krijgt van hem een dikke onvoldoende. Toch is hij fel tegen de thuistest. Volgens hem gaan er doden vallen nu deze test op de markt komt. En ook fel tegen de thuistest is Nout van Poppel. Hij is arts en begeleid bij de SAD, S-A-D, noemen jullie dat, Schorerstichting, homoseksuelen die zich op HIV willen laten testen. Zelf testen is gevaarlijk en verwerpelijk, zegt hij. Nu is de vraag natuurlijk, hoe denkt u erover? Wilt u gebruik maken van zo'n doe-het-zelf-test of laat u dat liever aan een arts over? Haalt u ze in huis om toekomstige bedpartners op de rooster te leggen? Welk zijn volgens u de voordelen en welk de gevaren? En misschien zijn er seropositieve kijkers die dat goed kunnen inschatten allemaal. Ik zou zeggen, bel ons 06-300-569. Allemaal bellen 06-300-569. Ik begin bij Willem. Waarom eigenlijk zo'n thuistest? Omdat op de eerste plaats de mensen, er zijn een aantal mensen die per se anoniem getest willen worden. En de tweede is dat die test nou eenmaal beschikbaar is en zeer betrouwbaar. En op de derde plaats omdat deze test in de toekomst er in allerlei variaties aan zitten te komen. Ja, zeg, welke doelgroep beoog je? Wie moet die test gaan gebruiken? Die test is eigenlijk ontwikkeld voor veldwerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie of voor immigratieambtenaren of voor douanedoeleinden. En deze test kan dus zonder apparatuur gedaan worden. En de doelgroep die voor ogen staat om dat in handen te geven van de leek, maar dat is maar een gedeelte van de doelgroep. De grootste doelgroep is zijn de therapeuten, is wat ze noemen de doctor's office test. Dus niet zozeer de mensen zelf, van goh, nee. Koop zo'n testje en ik doe het even. Maar dat kan. Ja. Dat kan, dat is technisch ook. Mogelijk, ja. En dat is ook uitvoerbaar. Zeg, u heeft zo'n test mee. Ja. Het is ook de bedoeling dat we die vandaag een keer gaan testen. En het slachtoffer zal de deze hier zijn, ja. C'est moi. Oui. Ik stel voor, ik moet zeggen, ben er al sowieso... anamnese afnemen, hè? Ja, ja. Oh, nee, dat doen we dat vandaag niet aan. We doen nu een zelftest, dus... De anonimiteit is wel weg nu, hè? Nee, maar daar... Ja, maar wacht, jullie komen straks aan. Wij gaan eerst de test. Hoe werkt die test? Je hebt hier mee. Nou, en ik ben ook zeer blij dat ik dat een kwartier van tevoren te horen kreeg. Maar desondanks, het vertrouwen in deze test is groot. Ja. Hoe werkt dat? In een testpakketje zit een complete serie wat men nodig heeft. Dat zijn bijvoorbeeld rubberhandschoenen. Ik wil dat ook zo netjes mogelijk. Als je aan mijn lichaam komt, graag. Dus de handschoenen aandoen. Vervolgens zal ik dan wat sadistische dingen moeten doen, namelijk een druppel bloed afnemen. Oh ja. En die druppel bloed, die
komt uit je wijsvinger. Besnap je ook waarom mensen tegen condooms zijn, hè? Om toch bij het onderwerp te blijven? Ja, dat kan. Maar moet je direct een druppel bloed, kan je eerst niet... Moest je eerst niet iets uitspoelen? Ja, dat hoef ik niet meer uit te spoelen. Ik doe 3 druppels bufferdoe aan alle putjes. Dit zijn zogenaamde microtiterputjes, die normaal in platen van 96 of 48 voorkomen. Mm-hmm. En... 1, 2, 3. En deze vul ik ook met 3. En dan zal ik het omdraaien voor de camera. Er waren er maar 2 hoor, daar. Oh, dan doe ik er eentje bij. En hier waren er ook maar 2. Alleen, voor zover ik kan tellen. Goed, ik draai het om. Deze 3 putjes is een... een linker is een positief en het rechter is een negatief. En het middelste, dan gaat jouw bloed in. Ja. En dat gaat met een gewoon bloed, heb ik niet meegebracht, dus dan moeten we hier ook lijf doen. Ja, ook dan. En dan zal ik eventjes je vinger wat schoonmaken. Slik. Welke? Deze hand. Omdat nou, dat doet niet pijn, veronderstel ik. Minder... Ja, dat ligt eraan. Die zit minder achter. Ik ben zo flink in dit soort zaken. Nee, ça va. Ah, joh. Ça va. En dan veeg ik de eerste druppel daar een beetje uit. Ja, anders zit die dingen daarbij in. En normaal moet dan met deze pipet dat bloed opgezogen worden. Ja, waarom doe je maar, dat niet? Om tijd te winnen hier in de studio, doe ik dat eens dus eventjes op een andere manier. Ja. Komt er iets uit? Nee, heb ik nog bloed over? Niet veel. Er komt 1 druppeltje uit. En je moest er 2 hebben. Nog een 2e druppel nodig. Nou. Ja. Ik moet er echt 2 hebben. De diagnose is bloedarmoede. Voor de rest. Heb je er 2? Nou, voor mij is dat... Ja, maar je mag nog eens proberen, hoor. Ik wil het wel zeker weten. Ik heb wel een lelijke vingers geknepen. Er komt niks meer uit, maar voor mij is dit voor... Allee, hoe kan dat nu? Dat gaat. Hier, kijk, hier is nog een druppeltje, wacht. Ah, bon. Neem alstublieft een druppel bloed van mij. Ja. Zo. Die moet beetje, erin. Dat putje. Goed. Ja. Dan zeg op, hebben we dat gedaan. Vervolgens... Nu komt er bloed genoeg ineens. Laten we staan gedurende 5 minuten vanaf nu. 5 minuten vanaf nu. Laten we gewoon staan. Nout, jij kon je nauwelijks inhouden. Welk gevaar loop ik nu ik deze test heb laten doen? Ja. Wil je informatie hebben over of je wel of niet seropositief bent? Ah, ja. Zul je toch eerst even moeten weten, heb je überhaupt een risico gelopen? Hè? Nou, laten we er even van uitgaan dat je risico gelopen hebt, want anders doe je die test niet. Neem ik aan. En, want bij zo'n test is het namelijk heel belangrijk dat er in je lichaam antistoffen gevormd moeten kunnen worden. Hè? Als je een HIV-virus in je lichaam krijgt, dan dat doet je lichaam zes daar maanden eer. 3 tot 6 maanden over voordat je... Maar mag ik eerst even naar het eerste wat je zegt, je moet risico gelopen hebben. Wanneer loop je voldoende risico? Wanneer loop je voldoende risico? Nou, op het moment dat je onbeschermd... seks hebt, dus onbeschermd neukt. Dus iedereen die dat ooit gedaan heeft in zijn leven, die kan een test laten doen. Wacht even. Je wil eerst even weten wanneer je voldoende risico gelopen hebt. Ja, je zegt van kijk, welk gevaar loop ik? Je loopt, op het moment dat je onbeschermde anale of vaginale seks hebt, dat er dus sperma in de anus of in de vagina komt, of sperma in de mond komt. Of als je onveilig spuit, dat je spuiten gebruikt die besmet zijn, mogelijk met bloed van anderen. Ja. Dan loop je risico. Ja. En zijn het die mensen die mogen zich allemaal laten testen? Die dat... Je kunt je overal laten testen. Ja. Hè? Maar wat is er dan aan die test op tegen? Nou, nu, wat er nu op tegen is, op dit moment al, is zo van, dat jij niet... Je gaat zo meteen een uitslag krijgen. Je weet niet of het een betrouwbare uitslag is. Mm-hmm. Laten we er eerst even van uitgaan dat die test goed is. He? Dan weet je dus niet of er al voldoende antistoffen in je lichaam zijn die door deze test aangetoond kunnen worden. En daarmee bedoel je of het meer dan 6 maanden geleden precies. is? Ja, ja. Dus dat is een beetje... En dat is iets wat maar dat je is met toch... alle testen zo, dat niet met alleen alle met de thuistest. Zo. En op het moment dat je dus informatie wil hebben over je serostatus, als dat dan zo mooi heet, of je wil weten of je wel of niet seropositief bent, moet je je dus eerst afvragen van wat voor risico heb ik gelopen en hoe lang is dat geleden? En er zijn mensen die waarschijnlijk deze test ook gaan gebruiken als een soort morning after test. Ik heb gisteren onveilig geneukt, zonder condooms. En nu wil ik wel eens weten of ik wel of niet seropositief ben. Ik kom hier en dan is hij negatief. En dan ga ik terug naar mijn partner, zeg maar.
En ik ga daar ook om 5 uur vrij, omdat ik dat altijd al zo doe. Ik kom hier zo meteen op terug bij jou. Ik ga eerst even naar Walter. Jij bent ook niet zo voor die test, hè? Nee. Ten eerste, hij riep net al van, er zijn mensen die anoniem getest willen worden. Deze test levert natuurlijk, zet de deur wagenwijd open voor het in de directe omgeving bekend worden van iemand serostatus. Je zei dan net zelf al van, zet je die test naast je bed om je partner te testen. Nou, op het moment dat je dat met z'n tweeën gaat zitten doen, dan is de ander zijn serostatus al bekend. En er zijn nog niet zo gek lang geleden vanuit de overheid hele stringente richtlijnen gegaan naar de huisartsen. Om zeer voorzichtig te zijn met het kenbaar maken van iemands serostatus. Het is zelfs zo dat de huisarts zonder toestemming van zijn patiënt niet gerechtigd is om zelf aan de partner van de seropositieve Maar patiënt... dit doe je toch uit vrije wil? Ze gaan je toch niet... ik bedoel, ik geef mijn vingertje hier om wat bloed af te tappen. Ja, maar je moet en goed geïnformeerd zijn. En niet alleen dat, maar in een huiselijke situatie zet dit de deur voor allerlei vreselijke zaken natuurlijk wagenwijd open. Stel, pa komt thuis met een grote bos bloemen, want hij heeft iets goed te maken. En moe zit vol rok met de HIV-test thuis. Zie je het beeld al voor je? Nee, ik volg even niet. Zal nou, man lief is vreemd geweest. Ah, kom niet goed, maar hij komt met een bos bloemen thuis. Moe weet inmiddels wat er aan de hand is en zit thuis met een HIV-test. En we gaan daar eventjes met z'n tweetjes. En heeft Moe dan eigenlijk geen gelijk? Want stel dat hij inderdaad positief is en, zij, en hij komt daar even met die bloemetjes, dan heb ik geen nu weer dat bed heeft in. Nou net heel duidelijk gemaakt dat er zit een incubatietijd. Dus de tijd voordat je die test überhaupt enige uitslag kan geven van 3 tot 6 maanden. Ja. En bovendien denk ik dat in zo'n emotionele sfeer die test nauwelijks goed gedaan kan worden. Maar denk je dan dat mensen zo dom zijn dat ze niet weten dat je die 6 maanden nodig hebt? Oh ja. Daar kun je geen op. Dat vraag ik even aan Pierre. Pierre, jij denkt er anders over, hè? Ik denk er anders over. Denk je... Oh, wacht. Voor je antwoord 5 minuten, want het moet wel inderdaad heel exact gebeuren. Wat moet er nu gebeuren? Dan vullen we alle putjes met buffer tot aan de rand toe vol. Dus ook jouw bloed wordt nu sterk gedilueerd. Mm-hmm. Ja. Vervolgens... Gooi de vloeistof weg in een container. En dan hebben we hier een container. Ah ja, een vuilbakje. Dat moet dan een container zijn voor biologisch afval. Want in feite zou je deze test moeten behandelen of dat je omgaat met besmet materiaal. En dan moet je een aantal keren doen. Dan dippen we deze teststrip op een papieren dingetje uit. Waarbij het zaak is dat u niet steeds veel op dezelfde plaats dipt. Want ja, wil je dan wel uitkijken? Ja. En dan herhaal ik deze procedure 4 maal. Dus vullen en uitspoelen. Ja. Het is eigenlijk een kwestie van uitspoelen. Maar wordt dat door een machine gedaan, hè? Maar het is juist het mooie van het thuis heb je geen machine. Nee. Maar dan snap ik niet goed, als je het moet uitkieperen, hoe werkt die test dan? Aan de wand van zo'n putje, daar zit een synthetisch vervaardigd HIV. Virus gekoppeld met antilichamen gewonnen uit geit, uit een geit. Ah, daar zit een beetje geit in. Een beetje geit in. En omdat er gespoeld moet worden, daar zit allerlei, met name dat bloed, daar zitten wat ballaststoffen in, die moeten er eerst uit. En dan ben ik de tel kwijt, ik geloof dat ik nou nummer 3 ben. Hè? Nummer 4, als je nu uitkapt is het 4. Toch, hebben jullie meegeteld, heren? 4, hè? Als het nou fout gaat, ja, dan heb ik tenminste een uitvlucht waar het aan kan liggen. Nee. En bij deze test mag niet gerookt worden. Ah, nee, er mag ook niet. Ook niet bij gedronken worden. Oh, mocht ik helemaal niks gedronken hebben? Niet tijdens het uitvoeren van de test. Ah, ja, nee. Degene die de test uitvoert. Dus deze test is niet bedoeld voor mensen met een slok op die eventjes nog gauw willen testen. Dus dit is de 5e keer. En nu? Dit is nou de 5e keer. Dan heb ik dat dus 5 keer gedaan. En dan voeg ik 1 druppel conjugaat toe. Dat is een rood spulletje. En dat conjugaat is een rood spulletje en dat laat ik dan 5 minuten staan. Dan zal ik dit wegzetten. Dat kan meetellen dat hij 1. 2. Dat valt er. 3. En nou wachten we weer 5 minuten. En nou gaan we 5 minuten wachten. Ja.
Ik was bij jou gebleven. Denk jij dat mensen inderdaad zo dom zijn? Dat was de laatste vraag, dat ze niet weten dat je 6 maanden incubatietijd hebt? Nou, dat wordt al in de voordeel aan verwezen. Maar iedereen kan aan de hand van zijn eigen leefwijze bepalen of hij voor zo'n test in aanmerking komt. Hm. Dus wat voor mij voorop staat, is het recht van de patiënt, de mondigheid van de patiënt en de anonimiteit. Om te weten inderdaad of je wel of niet positief bent. En wat zeg je dan over die gevaren die zij aanstippen? Van meneer komt thuis met de bloemetjes om het goed te maken en mevrouw, die zit daar met de test. Weg met die bloemen, eerst de test hier doen. Ik denk niet dat het voorbeeld de werkelijkheid weergeeft. Nee, dat denk je niet. Ik ga eens even, want we hebben iemand aan de lijn en dat is Jan, die is seropositief. Jan? Hallo. Dag Jan. Ja, met Jan Langenberg, hallo. Ja, jij bent seropositief, lees ik op de computer. En jij bent tegen de test? Ja, ik ben ontzettend tegen de test. Ja. Ik heb me 10 jaar geleden heb ik me laten testen. Op het moment dat ik bij de GGD aankwam, toen hebben ze me daar voorgelicht. En ik heb 14 dagen bedenktijd gehad, want het is natuurlijk niet niks om dat te laten doen. Ik heb 14 dagen bedenktijd gehad. 14 dagen bedenktijd of je je wel of niet wilde laten testen? Dat klopt, dat klopt. Ze hebben me toen voorlichting gegeven over wat het allemaal met je kan doen. Zowel psychosociaal als medisch natuurlijk. En daar ben ik heel blij om, dat ik daar heel goed over na heb gedacht. En toen ik de test liet doen, ik bleek zeer positief te zijn. Toen heb ik een ontzettende goede opvang gehad van de SD Schoren Stichting, zelfs van een psychiater. En ik kan me haast niet voorstellen dat ik dit thuis had overleefd. Want als ik dit thuis had gedaan, dan denk ik dat ik me meteen verkant had gemaakt. Dat je echt zelfmoord had gepleegd? Ik kan me zoiets voorstellen, ja. Ik ben toen zo ontzettend vreselijk down geweest. En ik dacht, dit is het eind van mijn leven. Nee. Ik ben er ontzettend echt zwaar op tegen. Ik vind dat het verboden zou moeten zijn. Dus volgens ik denk niet dat ik zit zelf in die situatie. En ik denk niet dat je dat gewoon eventjes in je uppie aan kan. Ja, dus volgens jou is het grootste nadeel eigenlijk het feit... Ook al zou die test helemaal betrouwbaar zijn, hoor. Ook al zou die betrouwbaar zijn. Dus los daarvan, maar het feit dat je het zonder begeleiding dan maar moet zien te klaren als die positief is. Ja, dat kan niet. Mag je niemand aandoen. Nee, dat mag je niemand aandoen. Goed, Jan, dat is een duidelijk standpunt. Ik denk dat dat duidelijk is en ik denk dat Nout daar ook blij mee is. Daar ben jij het ook mee eens? Ik ben het helemaal met hem eens. En wat hij ook zo goed aangeeft, denk ik, van... Van tevoren, voordat je de test gaat doen, moet je voor jezelf goed overwegen. Zo van, is het medisch nodig dat ik de test ga doen? Hè? Ben ik ziek bijvoorbeeld? Want dat kan een hele goede reden zijn om de maar test te doen. Maar wanneer is het, want dat ging ik jou daar straks nog terugvragen. Wanneer is het nu nodig? Dat maak je als mens toch zelf uit. Ik vind het nu nodig om een test te doen. En dan ga jij uit mijn neus zien te halen wat ik allemaal uitgespookt heb. Ja. Misschien wil ik dat niet aan jouw neus hangen wat ik allemaal gedaan heb. En denk ik van, ik doe het. Het is de vraag of je... Of de uitslag van deze test, of dat de informatie geeft die jij wil hebben. Ja. Want je kunt denken van, goh, straks is deze test negatief. Nou, dan weten we nog niks. Omdat jij niet weet hoe je deze test, de uitslag moet interpreteren. En hoe lang het... Hoe lang het geleden is. Dat je misschien niet weet dat er ook nog andere dingen zijn, waardoor je geropositief zou kunnen zijn. En dat is het grote probleem. Dat je dus door een deskundige geïnformeerd moet worden over wat een HIV-test is. Het is een medische test. Hè? Ik zie het nog steeds als een medische bloedtest. Waar je moet afwegen. Wat zijn de medische consequenties? Wat zijn de sociale consequenties? En wat zijn de psychische consequenties? Neem je niet van iedereen een test af die daar komt om vragen? Nee. Nee. Wat ik doe, is dat ik met een ieder een informed consent opmaak. Hè? Dat de patiënt mij goed informeert en ik informeer de patiënt goed. En op basis daarvan besluiten we wel of niet die test te doen. En er zijn mensen die als u tegen ze praat, zeggen van nee, doe maar niet. Denken van, goh, met die test dan ben ik uit de problemen. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Er zijn mensen die bijvoorbeeld zo angstig zijn dat ze telkens... dat ze seropositief zijn door dingen waar ze helemaal niet seropositief van kunnen worden. Nou, die verwijs ik door naar hulpverlening. Dat lijkt me slimmer dan dat ze elk moment zo'n test gaan zitten doen. Ja. Maar ja, als negatief is het toch een hele opluchting, is toch prettig? Maar stel nou dat het vals positief is, want daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Ja, nee, daar komen we straks nog op. Op het moment dat hij positief uitvalt, dan moet je toch naar een huisarts toe. Nou, als deze jonge man die net aan de telefoon was, stel dat hij een vals positieve uitslag had gehad. Nou, hij zegt dat hij van het dak was gesprongen, maar... Dat hoop ik dat hij dat niet had gedaan. Maar, dankzij jullie begeleiding. Ik heb toch iemand... Maar dat is dus wel...
Dat ja, kan een enorme psychische consequentie hebben. Oh, hier gaan die 5 minuten weer. Ik dacht net naar een telefoon te gaan. Paulien, blijf even hangen. Ik kom zo bij u. Wat moeten we nu? Wij vullen al die putjes weer met buffer. Weer helemaal weer vullen. Helemaal alles vullen. Weer uitspoelen. Ik vind maar het is natuurlijk zo dat die meneer die het belde is van 10 jaar geleden. Er is natuurlijk, wat betreft HIV en AIDS, is er heel wat veranderd. Ten eerste is het afgelopen met een soort discriminatie van homofielen, omdat het dadelijk terugkomt op hooguit 10% van alle seropositieven. Ten tweede... Moet je het nu weer 5 keer doen? Betere, het is de tweede keer, hè? Iedereen is seropositief. Ten tweede heeft het te maken met dat er veel betere AIDS-remmers voorhanden zijn dan 10 jaar geleden. Het enige wat men nooit zou kunnen zeggen, want er is nu uitzicht op een vaccin, want dat is nog langer en lang niet. En ik vind dat mag je ook niet meer schermen. Nee. Maar dokter Kagan, de uitvinder van deze zeg, test... Zeg, doe wel voorzichtig en zo, een beetje door elkaar vegen nou, hier al die dingen. Nou, zeer secuur. Ja. Dit is de vierde keer? Dat was... De derde keer. Ja, ook zo. Ik ga ondertussen even doen verder. Ik ga ondertussen even naar het telefoon, naar Paulien. Paulien, jij bent voor de test, hè? Ja. Ja. Paulien, kan je jouw tv een beetje zachter zetten? Want ik hoor mezelf galmen en ik heb een hekel aan mijn eigen stem. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Nee, hij is nu zachter. Wat vind jij zo positief aan die test? Nou, dat je het gewoon zelf kan doen. Het is gewoon privé. En bijvoorbeeld een dokter of zo. Die... Ja, het is toch eng gewoon met een dokter en zo. Ook omdat je je schaamt. Omdat je je schaamt om hem moeten uit te leggen wat je allemaal uitgespookt hebt tussen de laakjes? Nou ja, wel op een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Klinkt het alsof jij je nog te jong voelt om je te laten testen? Nou, nee, maar meer... Ja, ik moet het zelf ook doen en dat is gewoon een beetje vervelend. Gewoon... Ja, ik schaam me daar gewoon voor als het met een dokter zou zijn. Ja, ja. Dus jij bent wel voorstander van zo'n test, dan hoef je niet naar de dokter. Goed, Paulien? Ja, absoluut. Ja, bedankt voor deze reactie. We zijn... 5 minuten. Ik heb zojuist tijdens Paulien heb ik 2 druppels substraat toegevoegd. Ja? En die substraat, die moet 5 minuten staan. En dan kunnen we en dan in het weten middelste we de uitslag. Gaatje met jouw bloed kunnen we dus vergelijken met de controlegaatje. Dan weten we de uitslag. Ja, en dan breekt het zweet mij uit. Goed, dan gaan we naar die uitslag, maar dat doen we na de reclame natuurlijk. Zometeen dus na de reclame, de uitslag van mijn AIDS-test. Ik denk dat ik eerst aan een paar glazen whisky ga nemen. Tot zo. Nee. Word opgelet. Of ik weet niet, ze hebben nog niks geprobeerd dan misschien. Zou u een glaasje water eventjes hierheen willen brengen? Ik ben al zo dood dat ik iets opstoot. Hier, je krijgt van mij... Maak hem er even aan. Toch niet in tijd gaat zo snel? Ja. Nee. Nee. Nee, laat maar gewoon staan hoor. Zo. Goeie. We mogen absoluut niet uitlopen. Mm-hmm. Ja? Ik heb hier een ander oortje. Oh nee, dat kan niet. Nee, dan hoef ik geen oortje dan. Nee? Nee, doe maar. Pak er maar mee, jongen. Goed, heb jij je oortje in? Ja, hè? Nee. Nee. Hij doet het niet. Ik kreeg zo'n grote schelp, maar daar ga ik niet aan werken, hoor. Wacht even, gaan we het even uit, want volgens mij werkt. Zullen mensen de test afzien? Misschien, die heb geen oortje meer, hè? Nee. Ik zou zo meteen een beetje de testen en hoe betrouwbaar die is een beetje loslaten, een beetje meer over wat mensen doen als ze horen dat ze seropositief is, waarom die gesprekken er zijn, een beetje meer naar... Ja, ik denk dat we vooral naar die begeleiding moeten. Ja. Hè, wat is nu testbeleid? Wat voor informatie? Maar ja, we moeten wel even toch voor de mensen. Je hebt die test nu gedaan. Maar anders wordt het te. Zeg, zijn ze nu weer aan het timen? Want nu moet je weer na 5 minuten. Ja, we weten de uitslag 10 seconden voordat de commercial break.
Ah ja. Dus oh, ja. Als de commercial break voorbij is, dan gaat 10 seconden aan. Maar dat is niet erg, Willem. Na 10 seconden zal die toch niet blauw worden. Nee. Of misschien of terug wit worden. Nee, nou. Voldoende reden. Milena gaat even nu naar boven. Milena naar boven. Gaan Jos wel even wat zeggen? Doei. De test loopt nog iets minder dan 2 minuten. Ja. Toen, maar de, laat dan maar. Dat is geen ramp. We gebruiken dat toch nooit, dat oortje. Okay. We laten de piepjes koelen. Dat is dan voor het eerst dat we dat nodig hebben. We gaan de bumper starten en door de bumper laten we die 3 pilsjes horen. Als dat klopt van tijd. Ja, 10 seconden. Beetje smokkelen. Ik heb jullie eigenlijk nog nauwelijks gehoord, hè? Ja. Behalve van hout. Ja, ik heb zo'n grote mond. Wat zeg je? Ik weet het al. Jij weet het al. Nee. Ik hoop dat het deze keer nog goed is. Sorry, ik heb niet goed wat gedaan, maar dat is niet zo. Goelie, heb jij je oortje? Ja, een vrouw is nee. Nee, ik heb geen oortje. Die doen dat, heb ik ervaren, met discipline. Oh, karma. Marcel heeft het nu in. Denkt u aan de uitzicht als het dat ding... Even ophouden. Nee. Ik weet het al, even ophouden. Even ophouden en wij gaan met de pin. Oké. Okay. Laatste sportje is dit. Nog 30... gesproken en we hebben het over de do-it-self AIDS-test. Willem die heeft die van mij net afgenomen en die 3 biepjes die u hoorde, dat was het signaal, de test is klaar. Willem, wat is de uitslag? Jij weet het. Nou, ik weet het. De uitslag is... Bibber de bibber. Dat laat goederen 6 maanden terug in geen enkel geval op dat moment zero positief was. Omdat het linkerputje blauw kleurt en het rechterputje kleurloos blijven of een spoortje kleur en het middelste kleurloos is. Dus dat middelste, als dat middelste hier, blauw als dat blauw wordt, ja, dan, zou het positief zijn. Dan zou het dan positief willen zijn en dat impliceert dat je dus naar een laboratorium gaat en daar via 2 andere methodieken, de Wester en Blot en immunofluorescentie, opnieuw laat testen. Nu zeg je in geen enkel geval. Betekent inderdaad geen enkel geval? Ik bedoel, kan ik vanavond gaan fuiven, feesten, nee, zonder condoom? Nee, dit is een momentopname van 6 maanden geleden, van maximaal 6 maanden geleden, net zoals bij andere testen. Nou. Het betekent dus dat je over de afgelopen 6 maanden geen zekerheid hebt. Als je dat van jezelf weet, nou, dan ben je al... Maar ik weet toch wat ik in de afgelopen 6 maanden gedaan heb, dus ik kan hier toch zeer opgelucht over zijn. Ja, je kunt hier heel opgelucht over zijn. En welke sekspartner kies je vanavond uit? Mm-hmm. Ken je die al of ken je die niet? Nou, dus hij kent mij in ieder geval als hij gekeken heeft. Okay. Van 6 maanden terug. Van 6 maanden terug. Dus dan is maar te hopen dat jij ook betrouwbaar bent wat betreft de informatie van het afgelopen half jaar. Maar waar het dus op neerkomt is dat je toch vanavond, of het moet iemand zijn waar je, die je kunt vertrouwen, dan kun je onbeschermde seks hebben. Als dat niet het geval is, zul je toch met condooms moeten vrijen. Dus je hebt zoiets van, zelfs als de uitslag negatief is, dan moet je nog uitkijken. Het is een onterecht gevoel van veiligheid. En zeker in de thuissituatie, want dat is volgens mij het grootste probleem. Op het moment dat het thuis gebeurt, zo van nou, met z'n tweeën gezellig, ontzettend geil. En dan, we willen het vanavond ontzettend onveilig doen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Nou, dan ga je zo'n test doen en je hebt geen informatie. Hè? Ja. Je schiet er geen donder mee op. Nee, maar je hebt geen informatie omdat over dat afgelopen half jaar ertussen zit. En nou, is je partner wat dat betreft te vertrouwen, ja of nee? Hangt dus, er dus allemaal vanaf wat hij het afgelopen half jaar gedaan heeft. Precies. Ja. Als we nu binnen een half jaar weer doen?
binnen een half jaar weer doen? Weer die test? Over. Nou ja, goed. En als jullie in die tussentijd, hè, stel dat jullie een monogame relatie hebben. Mm-hmm. Nou, en jullie doen dan nog een keer die test. Nou, okay. Dan moeten we eindelijk het condoom uitdoen. Stel nu, want nu zijn we bezig, hij is negatief, hoera, hoera, wat je ook zegt. Toch voel ik een zeker soort opluchting. Dus ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen dat hebben. Stel nu dat die positief was. Ja, wat dan? Ja. Nou goed. Want je hebt, en ik ga er direct bij zeggen, je hebt met een van mijn redactieleden afgenomen als voorgesprek. Ja, dat zal ik nog langer. Ja. En dat was in een restaurant, en heel het restaurant stond op stelte en zij ook, want het was positief. Ja, daarom zei ik toen net al, je moet er niet bij roken en je moet er ook niet bij drinken, want dan wordt elke test blauw en jezelf ook en dat is schijnbaar niet de bedoeling. Maar je moet dat heel rustig, als je dat al sowieso al wilt, want wel drie keer staan in de bijsluiter en een grote rode sticker waarschuwing. Wilt u wel weten of u seropositief bent? Maar die vraagstelling is hetzelfde bij een intakegesprek bij een arts. Wil je dat wel weten, ja of nee? Zeg maar, mag ik even over die fout nog? Ja, precies. Er zit een mogelijkheid tot fout. Het is ook een vrij ingewikkeld procedé als we jou hier bezig zien. We zullen hem ook beslist niet in België op de markt brengen. Te ingewikkeld. Nee, maar eventjes voor laat het even serieus houden. Op het moment dat iemand, als jij deze test nu zelf had moeten doen. Ik weet bijna zeker dat je hem niet goed had kunnen doen. Ik heb hem net voor het eerst gezien. Ik zou hem niet kunnen, hoor. Nee, en ik ben vrij ingewikkeld vrij dom, natuurlijk, maar dat tekeningetje op de bijsluiter zie, het inderdaad. Het is erg ingewikkeld. En dan zitten natuurlijk ook nog eens de zenuwen en de emoties bij. Dus als er een vals positieve uitslag komt, ook nog eens een keer doordat mensen dus de test niet goed uitvoeren, dan heb je dus een positieve uitslag. Hè? Je bent nu wat opgelucht, maar stel dat die positief uitgevallen was. Nou, wat dan? Nou, wat ga je dan doen? Dan hoop ik dat jij zo stevig in je schoenen staat dat je kunt bedenken van nou, ik ga naar de dokter toe om de zaak te laten bevestigen. Want dat is jouw punt. En want ga je dan al die dingen nog lezen en zo? Ja. Want dat is jouw punt. Er is een als het negatief is, is het in principe zeker, althans wat voor de 6 maanden betreft. Als het positief is, daar zitten wat fouten in. Dat kan. Twee promille. 2 op de 1000. Maar dan moet de test wel goed uitgevoerd zijn. En je zei net zelf, als je een tas erbij gerookt wordt of je zit er met alcohol bij, dan loop je de kans op een foutieve, positieve uitslag. En ik weet niet of je wel eens een keer mensen gesproken hebt die net een positieve uitslag hebben gehad, maar 60-70% van de mensen die te horen hebben gekregen dat ze besmet zijn met het HIV-virus, die krijgen in de daaropvolgende periode ernstige problemen. En die gaan zelfmoord plegen. Ja, dat lijkt Daar me is goed... een behoorlijk stuk opvang bij nodig. Dat lijkt me een goed argument en een goed moment om eens naar een telefoon te gaan, naar Maria bijvoorbeeld. Maria? Ja, hallo. Ja, Maria, jij bent voor de test? Ja, ik ben zeker voor de test en het is niet vergelijkbaar. Maar ik zie dit met zo'n soort predictortest. Ik bedoel, er zijn mensen die niet graag zwanger willen worden. En ja, foutje en toch worden. Mm-hmm. En dan hebben ze iets van, ja, shit, mijn leven, wat moet ik nu? Mm-hmm. Dat is hetzelfde als dit, vind ik. Alleen, ja, dit is iets heftiger. Want ja, zwanger zijn of niet, dat is makkelijker af te breken of niet. Dat ligt aan jezelf. Mm-hmm. Als je het hebt, dit mag je het houden. Maar ik vind, als je het hebt en je weet het voor jezelf, je zou naar een huisarts kunnen gaan. Daar heb ik ervaring mee met een buurvrouw. Die huisarts had zoiets van, ik begon eigenlijk op haar te schelden. En je weet en dit en dat en ik doe het niet. En zij moet dan via een andere weg toch zijn test aanvragen. Omdat zij niet zeker weet of ze het heeft. Bedoel je, Maria, dat de arts eigenlijk niet die test wilde afnemen van haar? Ja. Terwijl zij dat zelf wel wilde. Ja, zij wilde het heel graag. En hij zei van, met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? En je weet als je een condoom moet gebruiken, ja dat weet iedereen. Maar iedereen maakt fouten, daar zijn mensen voor. Ja. En zo'n test, ik ben een heel groot voorstander voor. Ja. Want het is ingewikkeld, het is een kwestie van goed lezen. Mensen maken fouten, maar het is een kwestie van goed lezen. En je hebt het recht om dat te weten, dat zeg je. Pierre, daar ben jij het mee eens. Bedankt, Maria. Mensen, als je het nou wil weten en de arts zegt, nee hoor, ik test het niet, want je bent maar met 3 mensen naar bed geweest zonder condoom, lijkt me niet risicovol genoeg. Ja, ik ga toch weer uit van het recht van de patiënt, de mondigheid van de patiënt. En die is in deze situatie al aangetast. Aan welk soort mensen schrijft u die test voor? Ik schrijf de test niet voor. Of geeft u ze, ze moet niet zelfs voorgeschreven worden. Nee.
Ik behandel ze ook seropositief in mijn praktijk. En die verwijs ik even goed naar de stichting voor de hulpverlening. Het is dus niet zo dat ik er iets tegen hulpverlening heb. Maar ik vind dat de mensen recht hebben om die test wel te mogen doen. Om het zelf ook te mogen? Ja, en ook vanwege de anonimiteit. Ja. Dat kan voor velen een hele grote rol spelen, juist die anonimiteit. Ja, dan ga ik even... In Nederland, dat wil ik toch wel even zeggen, in Nederland zijn er genoeg mogelijkheden om je anoniem... te laten testen. Op een goede manier, met goede gespreksvoering en goede begeleiding, te laten testen. Dat is natuurlijk het manco van het overheidsbeleid. Je moet er moeite voor doen, maar... Hè? Als je deze test koopt, want dan ben je toch 50 gulden mee kwijt, nee. Dan ben je daar. Hè, je zit in de rat. Dan kun je beter een goede testplek zoeken. Dat je daar en een beetje een goede... zekerheid en begeleiding. En dan krijg je gewoon meteen de zekerheid die je wil hebben. Want je wilt toch zekerheid, want anders doe je deze test toch niet. Ik heb iemand die jou misschien kan bijvallen. Dat is Dirk. Dirk? Ja, hallo. Dirk, goedenavond. Jij bent tegen de test. Ja, ik ben heel erg tegen de test. Ik verbaas me er ook over hoe dat programma... dat het er zover uitziet. Ik vind het echt heel onverantwoordelijk. Zoals jij zelf ook zomaar even een test laat doen. Ja? Wat vrees jij dan voor mij? Ik snap dat niet helemaal. Wat vrees je dan voor mij, Dirk? Ik vind het leuk hoor, dat je bezorgd bent. Nou, ik vind het meer een soort reclamespotje of zo, vind ik het. Want ik kan er echt, ik maak me er eigenlijk echt heel kwaad om. Een reclamespotje voor die test? Ja, voor die test. Ja. Ik vind het dat die man er misschien wel een sluitje uit wil slaan of zo. Want die praten zo makkelijk over en dat is allemaal zo anoniem. En waar moet je deze test kopen? Ik neem aan bij de drogist of bij de apotheek. Dirk, wacht, want hier moeten we wel even iets belangrijks op zeggen. Het is zo dat de test zonder winst verkocht wordt. Ja. De winst is nul en de test kost dan, als die de afhaalprijs komt dan neer op 17 gulden per test. Uh-huh. En helaas, als dat via een kanaal gaat, de apotheek... Ja, dus de apotheek verdient er wel wat op, maar jullie aan verdienen niet. En dan komt hij op 25 gulden per test. Daar kan ik niks aan doen, wij kunnen als stichting dat niet beïnvloeden. Maar Dirk, ik denk dat jouw bezorgdheid om meer gaat dan dit. Wacht even, heren, de vrouwen zijn aan het woord. Want het meeste is over de anonimiteit. Uh-huh. Nou, dat is... Je haalt hem bij de drogist of bij de apotheek. Dus dan ga je om zo'n test op te halen. Ja? Nou, dan weet iedereen van, zo'n test, die gaat zichzelf testen. Mm-hmm. En de mensen die hem op kunnen halen, als dit op de markt komt, vooral jongeren, die gaan een test ophalen. Die denken van, dat is lekker makkelijk. Die gaan naar huis, die gaan zich testen. Die hebben zich helemaal niet gerealiseerd van, stel voor dat ik positief ben, wat gebeurt er dan? Want niemand die zo'n test zal doen, dat komt gewoon niet goed. Ja. Jij bent bang eigenlijk, Dirk, als ik jou goed begrijp, voor de mensen die zich laten testen, die positief blijken te zijn. Dan hadden we het net over dat dat ook nog fout kan zijn. Van wat dan als je vaststelt dat je positief bent? Precies. Ja. Daar heb jij ook ervaring mee? Daar heb ik zeker ervaring mee, want een vrouw die is positief. Mm-hmm. En nou ja, ik zit er dus middenin, mijn vrouw zit er middenin en dat is geen pretje. En dat kan je niet met zo'n test, dan kan je dat niet doen. Nee, en jij weet dus ook uit ervaring dat je eigenlijk die begeleiding nodig hebt als je dat vaststelt. Die begeleiding heb je zeker nodig, ja. Heel erg zelfs. Op het moment dat je dat vaststelt. Ja. Ja. Goed, Dirk, dat is een duidelijk verhaal, vooral dat laatste. Ik wens jou veel sterkte. Ja, en ik wil ook nog even wat zeggen, want dat zit morgen eigenlijk niet lekker. Zoals, je hebt zelf die test laten doen op de televisie zelf. Mm-hmm. Nou, dat vind ik wel een kwalijke zaak. Maar hoe er nog verder mee omgegaan was. En zoals die man zegt, 10 jaar geleden, er is heel wat veranderd met de aidsremmers. Het is net als er wat veranderd is, maar er is niks veranderd. Er gaan nog steeds, en ik vind dat dat ook gezegd moet worden, er gaan nog steeds veel te veel mensen dood aan aids. Daar is nog gewoon geen geneesmiddel voor. En zo wordt het wel naar voren gebracht. En dan heb je eigenlijk ook zoiets van, waarom moet je het dan weten? Eigenlijk. Iedereen die moet gewoon, en dat wil ik vanaf deze plek zeggen, jong en oud, als je gewoon iedereen moet veilig vrij. Wanneer dan ook. Ja. Want zoals jij net ook zei, van ik heb nou een test laten doen, ik ben negatief. Ja? Mm-hmm. Je gaat straks met je vriend weer naar bed, maar je weet niet wat je vriend uitvreden ondertussen. Mm. Je moet gewoon vrij en dan wil ik denken, de mensen over de hele wereld, hè. Je hebt een heel duidelijk en voor een heel groot deel ook een correct verhaal, Dirk. Bedankt.
Ik heb nog iemand aan de lijn die tegen is. En dat zijn er blijkbaar toch meer dan we gedacht hadden. Marcel? Marcel? Hallo. Marcel? Ja, goeiedag. Ja. Marcel, jij bent ook tegen de test? Ja, ik had ook een andere vraag. Ja. Geldt het ook voor dieren? Geldt die test ook voor dieren? Oh, ja. Heb jij een hond die eet? Of doe je het met je hond misschien? Dat kan het ook zijn, natuurlijk. Katten. Meer katten. Vanwaar die vraag, Marcel, laat ik ze toch even ernstig proberen te nemen. Aha. Mm-hmm. Moet jij wel je lach kunnen inhouden, hè? Ja, ja, ja. Ja. Goed, vanwaar die vraag? Nou, ik heb een paar jaar geleden met een paar dieren gedaan. Ja. Ja, voor een pornofilm. Hm. Maar dat vroeg ik me af, kan het ook voor dieren? Ik vind het zo jammer, want we hadden net zo'n mooie telefoon. Maar toch bedankt voor deze grensverleggende opmerking, Marcel. Goedenavond. Ja, het is jammer natuurlijk van zo'n mooi telefoontje net. Natuurlijk. Dierenvirus is niet besmettelijk voor de mensen. Er komt namelijk apen, bij katten komt aids voor. Ja, maar ik neem dit telefoontje dan ook niet zodanig ernstig. Nu, wat we daar net hoorden was wel iets anders van, kijk... Als je positief bent, wat gebeurt er allemaal? Jij zei het ook, van er zijn nogal wat mensen die zelfmoordneigingen krijgen. Ik zit nu zo'n 6 jaar in de voorste gelederen van de aidsbestrijding. En als je dan geconfronteerd wordt met de realiteit, dit kan als een grapje worden opgezet. Maar de enorme consequenties, emotioneel, die met een dergelijke boodschap gepaard zijn gegaan, daar kun je de mensen niet op een zolderkamertje stiekem mee laten experimenteren. En dat is het belangrijkste bezwaar, de consequentie als het positief is vooral dan eigenlijk van, mijn god, wat gebeurt er? Maar zijn er ook geen voordelen aan verbonden aan het idee dat je snel weet dat je positief bent? Jawel, maar waarom doe je dan niet gewoon... Ik begrijp best dat de menig huisarts een drempel is. Het is je eigen huisarts, dat je daar niet met het hele verhaal naartoe wilt, dat snap ik heel prima. Maar je kunt bij iedere GGD naar binnen stappen. Daar zitten mensen die jou niet kennen, die je ook misschien nooit meer zult zien. Als je het niet in je eigen stad wilt, dan kun je naar Amsterdam of naar Utrecht of een andere grote stad. Je loopt er gewoon naar binnen en je hebt binnen een paar dagen je uitslag. En niet alleen is die uitslag... De ELISA-test die hier gedaan wordt, maar die is, als hij positief is, zeer zeker nog eens gecontroleerd met een Western blot die veel meer zekerheid geeft. Daarmee heb je een uitslag die niet toevallig misgegaan kan zijn in je zenuwen en je emotionaliteit en je onervarenheid met die test. Maar je hebt een goede, betrouwbare test. Bovendien, als hij positief uitvalt, dan kun je ook nog terugvallen op mensen. De huisarts is daar vaak niet eens de juiste figuur voor, maar je zit daar altijd met mensen die daarin opgeleid zijn, die weten waar ze het over hebben, die ervaring hebben met de emoties en de angsten en de droefenis. Maar nu pleit jij zelfs voor niet van ga naar je arts of weet ik wat, maar ga naar een speciale instantie. Ja. En dat is het jammere, het testbeleid van de overheid zou op dit punt veel duidelijker moeten zijn. Er is in Nederland een heel goed systeem. Het is gratis. Je kunt gewoon bij de GGD in je woonplaats of iedere andere willekeurige plaats terecht. Het kost niets. Daar zitten deskundigen, mensen die met de problematiek op de hoogte zijn en die weten hoe ze je moeten helpen als de uitslag onverhoopt positief is. Dat weet Nout ook, hè? Hoe je die mensen moet helpen. Wat kan je eigenlijk nog voor die mensen doen op zo'n moment? Nou, dat wisselt heel sterk, hè? Zo van hoe iemand reageert op een positieve testuitslag, dat wisselt heel sterk. En wat wij altijd heel belangrijk vinden is dat iemand, hè, voordat hij bij ons weggaat, dat hij in ieder geval goed opgevangen wordt. Eerst door ons, maar dan ook door zijn omgeving. En als er geen goede omgeving is, nou, dat iemand dus een goede verwijzing krijgt naar een... naar maatschappelijk werk of naar een psycholoog. He, want een wereld stort in. Ja. He, kan ik nog wel werken? Hoe moet ik dat met mijn verzekering doen? Wat moet ik wel of geen medicijnen gebruiken? Nou, allerlei vragen komen meteen op tafel. En wat als die begeleiding wegvalt? Wat vrees je dan? Nou, wat ik vrees is dat mensen zeer zich enorm kunnen isoleren. He, en ja... Ook ik vind het dat de angst. Voorlichting ontbreekt, hè? Want er zijn zeer veel seropositieven, maar lang niet iedereen, en trouwens maar een heel klein percentage, ontwikkelt echt aids. En de criteria om als seropositief beoordeeld te worden, is in alle landen op dit moment het tellen van de T-lymfocyten,
Maar het is, er zijn mensen die 20 jaar terug een enorme lage T-lymfocytencount hadden van 6 of 7. Maar die lopen nu, test te maken. Nu nog de marathon. Dat maar, wil zeggen dat seropositief, en het, daarom komt het aan op zeer goede voorlichting naar het publiek, seropositief wil nog lang niet zeggen dat u een AIDS gaat ontwikkelen. Nee, maar waarom moet ik dan nu weten dat ik seropositief ben? Want dat is dan inderdaad een risico. Vrij alsjeblieft gewoon veilig. En op het moment dat je redenen hebt, hè, omdat je angstig bent, hè, dat je denkt dat je seropositief bent en bang bent iemand te infecteren, nou, dan denk ik dat het een goede reden is om misschien eens een keer een goede test te doen. Ja. Maar laat het dan ook meteen goed doen. Of dat je lichamelijke klachten hebt waar je denkt van, hey, ik heb misschien AIDS. Dat is ook een hele goede reden. Of je bent zo angstig dat je denkt dat je door de minst of geringste geïnfecteerd raakt, hè, dat je door de angst gewoon niet meer normaal kunt leven. Ja. Nou, dan nu is het prettig om een goede testuitslag te hebben. Sorry dat ik u onderbreek, maar ik ga even naar een telefoon, want ik heb een heleboel bellers aan de lijn. En ik lees hier dat een van hen Ronald is. Ronald? Ja? Ronald, ik lees hier dat jij tegen de test bent. Ja, ontzettend. Ik ben zelf ruim 15 jaar seropositief. Zeg eigenlijk maar bijna 20 jaar al. Ik heb sinds afgelopen woensdag diagnose AIDS jammer genoeg gekregen. En de impact wat zo'n uitslag seropositief heeft op iemand, dat is ja ongelooflijk gewoon. Je hele leven ja, stort gewoon helemaal in één. En ja, alles wordt onder je voeten weggejaagd. En aan de andere kant heb ik ook zoiets, je hebt zelf die test gedaan. Mm-hmm. Maar stel nu voor dat die positief geworden was. Mm-hmm. En dan zit je daar zo aan tafel. En dat lijkt mij toch een hele ernstige mededeling. Daar hebben we het zeer uitgebreid over gehad voor we deze test gingen doen. Dat is natuurlijk ook televisie voor een stuk. Dus maar... Maar jij zegt van, kijk, ik ben het te weten gekomen en bijna klinkt hier iets uit van, ik had het eigenlijk liever niet geweten. Jawel, ik heb daar bewust voor gekozen. Ik werd op een gegeven moment, werd aan me gevraagd of ik mee wilde doen aan een onderzoek bij de GGD. En ik heb daar een week over nagedacht en ik wist gewoon dat ik eind jaren 70 onveilig gevreden had, want toen was er nog geen AIDS. Mm-hmm. Dus ja, heb je toch risico gelopen. Dus... Ja, maar dat begrijp ik, want we moeten vrij kort zijn, maar Ronald, dat begrijp ik nou niet. Enerzijds wil je het wel weten en dan ben je toch tegen deze test. Ja, ik vind dat, stel voor een echtpaar koopt zo'n test, twee van die testen, zitten thuis gezellig aan tafel, beginnen daar zo'n hele zeer ingewikkelde test te doen, want vaak zit daar een glaasje wijn bij, een sigaretje, doen de test en ja, dan op een gegeven moment... Dat mag juist niet. ...is eentje seropositief. En ja, dus je hebt ook zoiets van, er is begeleiding bij nodig? Ja, 100%. Ja. Goed, ik moet hier afronden. Ik wil toch nog even naar Frank. Want Frank die is ook, die is seropositief en Frank die is voor de test. Frank, kan je even heel kort zeggen waarom je voor bent? Ja, hallo. Ja? Ja, oké. Ik kan dat wel uitleggen. Er was op een gegeven moment aanleiding door bloedcontact dat ik bang was dat ik seropositief zou zijn. Mm-hmm. Ik heb me laten testen, bleek in de eerste instantie negatief te zijn bij de GGD. In tweede instantie na pas een jaar, omdat ik dacht, ja, ik weet het toch niet helemaal zeker. Ik wil het toch nog een keer proberen, bleek ik inmiddels positief te zijn. Mm-hmm. Met andere woorden, ik was op dat moment een jaar positief. Wim, ik kan je alleen maar steunen met je zaken. Ik zou de test privé gedaan hebben. En wat een ander doet, die seropositief is of niet, die moet het zelf weten. Ik vind, een vrouw kan zich ook testen of ze al of niet zwanger is. En dan kan ze ook van het dak afspringen. Ja. Er is niemand die dat tegenhoudt. En ik vind, even terug op die artsen. Mijn ervaring is dat de artsen in Nederland er verdomd weinig van af weten. Dan praat over huisartsen. En je wordt helemaal niet door je huisarts opgevangen. Maar wel bij de GGD. Frank, ik moet echt afsluiten. Jouw standpunt is duidelijk. Jij bent ervoor en ook jij kan uit ervaring spreken. Bedankt. Ben je toch niet een beetje aan het twijfelen geraakt hier, Willem, als je dat allemaal hoort? Nee? Nee, omdat ik, als iemand iets creëert, of in dit geval van een man van de Wereldgezondheidsorganisatie, deze test in handen gespeeld krijgt, dan wordt men
geïnterpreteerd door twijfel. En ik was van plan geweest een paar maanden terug, naar aanleiding ook van een gesprek met Nout, de boel af te blazen. Maar ik heb toch ervoor gekozen omdat een aantal mensen die risico lopen met hun sexlife mij gevraagd hebben, doe dat dan wel. En hij is er nu, de en test. Hij is er nu. En hij is verkrijgbaar ook. Goed, we moeten echt afsluiten, want ik krijg bijna een hamer op mijn kop. Heren, alle vier, hartelijk dank voor de komst hier. U hoort het, testen of niet testen, thuis of bij de dokter. Het blijft een moeilijke beslissing. U weet in ieder geval dat u bij een negatieve uitslag uw vreugdedans nog een halfjaartje moet uitstellen. Ik ook dus. En bij een positief resultaat, geen paniek, een arts moet de diagnose eerst bevestigen. Volgende week zaterdag zijn we er weer en dan praten we over de geneugten en afknappers van de liefde voor één nacht. Ja, ja, over aids gesproken. Wat zoek je bij een one night stand en hoe pak je dat aan? Kan je wel echt genieten van de seks om de seks? En wat kan er misgaan allemaal? Tot volgende week en voor nu een goede en u hoorde het vooral een veilige nacht toegewenst. Dag!